Ik sta hier bij de Bron en vandaag is er een speciaal evenement. En Niels, jij werkt hier aan mee. Wat kom je precies doen vandaag? Ik kom hier speciaal voor Dierendag. Op Dierendag dan denkt iedereen natuurlijk aan een konijntje of een hond of een kat of iets dergelijks. En ik ben houder van roofvogels. Daar train ik mee, daar werk ik mee. En ik kom hier vandaag de kinderen een soort biologieles geven door middel van het geven van een educatieve demonstratie. En wat wil je de kinderen meegeven met die lessen? Ik wil de kinderen vooral wat leren over de roofvogels in onze natuur. Hoe ze in onze natuur leven, hoe hun jachtgedrag eruit ziet, hoe de valkerij ontstaan is. En ook wil ik ze wat meegeven juist over het werk tussen mens en dier. Omdat er ook wel mensen zijn die het werken met zo'n dier soms als zielig betitelen. En ik wil ze eigenlijk vandaag laten zien dat het voor die vogels niet zielig is. Want waarom is het niet zielig? Ik zie hier zo'n valk met zijn kapje over de ogen. En in mijn eerste instantie ook wel zielig, maar dat is het dus absoluut niet. Nee, die valk die kent dat kapje al vanaf jongs af aan. Deze valk is ook geboren in gevangenschap. En deze valk vliegt iedere dag los. Als ik hier dadelijk de demonstratie gegeven heb, deze ruimte is te klein voor de valk om te vliegen. Dan gaan we naar ons vaste trainingsveld. Die hebben wij hier in de buurt in Hattem. En dan gaat deze valk daar gewoon zijn uren los vliegen. Het is een misvatting dat mensen denken dat zo'n roofvogel de hele dag moet vliegen, want roofvogels en uilen vliegen alleen maar als ze honger hebben. Zo'n roofvogel vliegt dus 1 tot 2 uur per dag en wanneer hij een goede prooi gevangen heeft, dan eet hij zich goed vol. En op het moment dat hij zich goed heeft volgegeten, dan zoekt hij een plekje op om te gaan zitten, om zijn eten te gaan verteren. En pas als dat hele stadium voorbij is en die roofvogel weer honger krijgt, zal die weer gaan vliegen. Ik ben een van de gelukkigen waarvan ik kan zeggen, ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Dus ik hoef eigenlijk geen dag meer te werken. Alleen is het wel zo dat als je roofvogels en uilen houdt, je eigenlijk 365 dagen per jaar werkt. Want die roofvogels moeten gewoon iedere dag hun trainingsuren maken en hun vlieguren maken. En dat betekent ook voor ons als gezin met 4 kinderen dat we bijvoorbeeld nooit op vakantie gaan. Dat zit er niet in bij ons. Zo, dus er komt heel wat bij kijken. Ja, je krijgt er heel veel voor terug, maar je moet er ook wat voor laten. Het is eigenlijk hetzelfde als kinderen krijgen. Je krijgt er heel veel voor terug, maar je moet er ook dingen voor laten. Ja, absoluut. Er zitten 2 touwtjes aan. En aan die touwtjes kan ik een prooi knopen. Bijvoorbeeld een kuikentje of een duif. En als ik nou ga vliegen met die vogel, dan ga ik dit ding heel hard ronddraaien. En als die dan op mij afgekomen... Ja, poepen doen ze wel. Als die dan naar mij toegevlogen komt, dan ga ik heel snel die loer, die ga ik dan heel snel voor zijn neus wegdraaien. En kennen jullie de uitspraak iemand een loer draaien? Ja. Ik denk de juffen en de meesters wel. Iemand een loer draaien betekent iemand voor de gek houden. Dat is mooi. Sneeuwuil en ik hoor de kerkuil. De kinderen die dachten kerkuil, die hebben het goed. Maar de kinderen die dachten sneeuwuil, die zijn ook niet gek. Want hij lijkt wel een beetje op een sneeuwuil. Hij is namelijk heel erg wit. En kerkuilen in Nederland zijn niet zo wit als deze kerkuil. Zou die iedere zondag nog even naar de kerk vliegen? Nee, hè? Waarom zou die kerkuil heten? Wat denk jij? Nou, volgens mij woont hij boven in de klokkentoren. Hoppa! Ja, ja. Ja, Janela, wat gebeurt hier allemaal? Ik vond het wel spannend, want eerst vloog hij naar me toe, maar daarna vond ik het niet zo eng, want dan zat hij er al op. Is hij ook zwaar? Nee. Vind je het niet één? Nee, hij zit heel mooi te kijken, hè? Ja. Ik vind het knap voor jou, hoor, dat je dat durft. Wat ga je nu doen? Weet ik niet. Nee, hè? Afwachten maar, hè? Niels komt er weer aan. Nou, ik vind het goed van je. Zo. Nou, zullen we het nog een keertje doen? Maar het is natuurlijk wel een stukje klaar. Hoppa! Doe dan! Luister niet! Yo! Luister! Oh! Valt mee, hè? Ja, valt mee. Ja, inderdaad. Hij is hartstikke lief. Ja, hij is lief.
Maar vader en moeder wel. Een beetje vies, hè? Ja, zo van, dat was de hele zin. Dat was niet zo. Jawel, dat was het. Ja, dat was het. Dat was het. Hey jongens, nou was die vanmorgen een beetje gedikt. Maar toen ik net zo'n hok opende, zag ik dat daar een braakbal lag. En nu heeft hij die braakbal eruit gegooid. En nu is het dus weer goed. Dit is de meest bijzondere roofvogel ter wereld. Deze vogel jaagt in groepsverband. In een hele grote roedel. Het is een Amerikaanse woestijnbuizerd en het woord zegt het al, hij leeft in de woestijn. Ja? Kun je wat vertellen? Waarom hebben jullie dit gedaan? Het is dierendag. Met dierendag willen we elk jaar wel daar even bij stilstaan. Bij de dieren, dieren spreekt kinderen natuurlijk altijd heel erg aan. Maar dit zijn de hoge groepen en dan vind je knuffelbier meenemen is leuk. Of met je eigen hond of konijn. Maar ik dacht, nou, iets speciaals. En toen hadden wij vossenjacht op het begin van het schooljaar. En toen zag ik toevallig deze man zijn vogels uitlaten. Toen dacht ik, goh, ik hoorde eens allemaal vogelgeluid. Ik denk, wat is dit? Dus toen ben ik daarheen gelopen, gewoon gevraagd in mijn veeënpak. Van, goh, vindt u dit, doet u dit ook verscholen? Nou, en dat deed dus. Ik heb het kaartje meegekregen en contact met hem gelegd. En gedacht van, nou, dit is voor alle groepen wel heel leuk. Dus, het is te horen, hè? Ja, kinderen zijn heel enthousiast. Eén van de kinderen zei ook aan het begin, vogels zijn mijn lievelingsdieren, roofvogels. Oké, nou, mooi. Ja. Je zou niet loslaten. Zo. Dit is een oehoe. En om precies te zijn, een Europese oehoe. En dit is ook nog een uilskuiken, want deze is namelijk ook geboren op 5 mei. Dus het is nog een hele jonge vogel. Dat betekent ook dat ik hem hier niet los kan laten vliegen nu. Wanneer jaagt een kerkuil? Roep het 's nachts, goed zo. Als je naar de kleur ogen van een uil kijkt, dan weet je wanneer de uil jaagt. Want uilen met zwarte ogen jagen 's nachts. Uilen met gele ogen, die bestaan ook, die leven overdag. En uilen met oranje ogen zijn voor het Nederlands elftal. Nee hoor. Uilen met oranje ogen die jagen in de schemer. En in de schemer, dat is 's avonds als de zon ondergaat, maar ook 's ochtends als de zon weer opkomt. Nou kan deze uil hele grote prooien pakken. Kijk maar naar zijn klauwen. Deze uil kan in de natuur wel een jong reekalfje vangen. En dat jonge reekalfje, dat is een jong hertje, die kan die in één keer hartstikke doodknijpen. Hij heeft namelijk in één klauw een knijpkracht van 300 kilo per vierkante centimeter. Dat zegt jullie niet zoveel, maar hij is in één klauw sterker dan een rottweiler in zijn bek of een politiehond. Wij zijn niet bang. Kerkuil heeft namelijk in de natuur heel veel vijanden. En mensen zijn zijn grootste vijanden. Ik ga jullie een vraag stellen en jullie mogen allemaal vandaag hier bij mij je vader of moeder verraden. En misschien dat de juffen en zo ook wel eerlijk antwoord durven te geven. Wie van jullie vaders of moeders, of misschien wel jullie zelf, want dat kan ook. Maar wie gooit er wel eens iets te eten uit het raam van de auto? Ik. Kijk eens, heel veel vingers. Ik al verteld dat roofvogels en uilen superlui zijn. En als je langs de kant van de snelweg rijdt en je kijkt goed, zie je heel veel roofvogels zitten. Die roofvogels en die uilen die zijn super, super, super lui. En die gaan natuurlijk niet een heel groot weiland afspeuren voor één muisje, terwijl er bij het appeltje van de juf wel 5 zitten. Maar wat gebeurt er nou? Die muisjes die zitten daar aan die appel te eten. Die roofvogel krijgt honger en die denkt, nou, ik moet gaan jagen. Ik ben hartstikke lui, laat ik het mezelf eens makkelijk maken. Ik ga langs de kant van de snelweg kijken, want daar zit altijd genoeg. En langs de kant van de snelweg vangt die uil of die roofvogel een muisje. Maar dan komt er een heel spannend moment. Dat is namelijk dat die uil of roofvogel ook weer weg moet vliegen. En als die wegvliegt en er komt een beetje wind of hij vliegt toevallig de verkeerde kant op. En net de andere juf die iets te laat op het werk komt, die komt eraan met de auto. Dan snappen jullie wel wat er gebeurt, hè? Boem. Uil dood. Wat vonden jullie ervan?
Leuk. Wisten jullie dat? Dat als je een appeltje uit het raam gooit, dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor de beest. Wisten jullie dat? Nee, eigenlijk niet. Nee, wij denken altijd dat het goed is, hè? Wat vonden jullie er verder van? Ik vond het wel heel leuk. Maar ik vond het wel een beetje eng dat die roofvogel bijna met die poot tegen mij aankwam. Die kwam over jou heen, hè? Ja. Ja. En ik vond het wel dapper van jou. Ik vond het ook heel dapper, hoor. Ik vond het heel eng, maar ik keek de andere kant op. En hoe vond jij het? Leuk. Ja, ook leuk? Nog wat van geleerd? Ja. Zou je hem ook op je arm durven dragen of niet? Nee. Nee. En jij dan? Zou je een vogel willen uitlaten? Ja. Ja, zou je dat durven? Ja, allemaal kippenpootjes in de zak. Ja, je bent een stoere meid. Dus ja, dan... Ja? Zouden jullie hem als huisdier willen hebben, jongens? Ja. Ja, Milan, jij hebt hem op de arm gehad. Hoe vond je dat? Wel eng. Knap dat je dat toegeeft. Dat vind ik heel stoer, want ik vond het ook eng, hoor. Maar zouden jullie hem thuis willen hebben? Ja, ik wel, ja. Ik ook. Ja, waarom zou je hem thuis willen hebben? Wat zou je ermee doen? Nou, trucjes leren. Trucjes leren? Wat voor trucjes zou je hem leren? Dat je iets in de lucht gooit en dat hij het dan ook pakt. Dat vond je mooi om te zien. Ja? Achterovensalto. Die heb ik nog niet gehoord. En jij dan? Nou, ik zou me op mijn kamer zetten en dan trucjes laten leren. En dan kan ik zo een show geven of zo. Oh, je ziet je helemaal in een show zitten. Jullie vonden het dus allemaal mooi? Ja. Nou, zeg maar even. Ondertussen zijn we bijna 2 uur later. Niels, ja. Je hebt de kinderen ruim 1,5 uur echt... Ja, ze bleven luisteren naar je. Ja, ze hebben goed geluisterd inderdaad. Ze waren netjes stil en ik hoop dat ze er wat van opgestoken hebben vandaag. En niet alleen de kinderen, maar zoals jullie hebben kunnen zien... hebben ook de juffen en meesters vandaag nog wat geleerd. Ja, wij ook. Wij mogen geen appeltjes uit het raam gooien. Is het niet goed? Nee, dus, inderdaad. Nee, nou, weet je, en ik hoop dat alle kinderen die hier vandaag waren... volgens mij waren het er rond de 100... dat ze dat vanavond thuis, als ze bij hun vader of moeder aan tafel zitten te eten... dat ze dat ook op hun vader of moeder overbrengen. Vaak gebeurt dat ook wel. Op de kinderfeestjes die wij doen vertel ik altijd van... nou, als je vader of moeder dat doet, mag je die vanavond om 7 uur... op blote voeten naar bed sturen. Vaak als ik die kinderen dan nog weer tegenkom of die ouders... dan hoor ik ook dat die kinderen daadwerkelijk om 7 uur hadden gezegd van... kom op, je moet naar bed, want je hebt wat gedaan van Niels wat niet mag. Dus, nou, mijn compliment. Ik vond het heel gaaf om te zien hoe actie-reactie heel leuk. Ja. Nou, dankjewel. Ja, nou, succes verder. Okay, dank je.